We zijn hier in de natuurspeelplaats de Woeste Willem in de uiterwaarden van de IJssel met een groep studenten, professionals in het kader van de Future Green City College Tour. Vanmiddag hebben we een aantal bijeenkomsten op het Saxion en vanochtend naar buiten om te kijken naar klimaatadaptatie en hoe je dat daaraan werkt in de stad. Het doel is om met studenten en professionals elkaar dingen te leren over klimaatadaptatie en klimaatbestendige gebiedsontwikkeling. Ik heb gekozen om hier aan mee te doen omdat ik het goed vind om te weten wat er allemaal in Deventer afspeelt. Wat er allemaal gebeurt qua klimaatadaptatie. En over het algemeen zijn zulke tours wel altijd interessant om bij mee te gaan. We zijn begonnen bij Saxion en vanaf de kruising bij het station hebben we gekeken naar hoe daar water op een goede manier wordt weggewerkt zodat de tunnel niet onderloopt. We hebben hier bij Ruimte voor de Rivier gekeken. We hebben bij een tuin gekeken waar gewerkt wordt aan afkoppeling. En nu zijn we dus hier in de speelplaats de Woeste Willem. Zo'n speelplaats in de Uiterwaarden is heel bijzonder. En een natuurspeelplaats is sowieso wat bijzonder, maar je ziet ze gelukkig al steeds meer komen. I just came from Rwanda to visit my university, Saxion. And I found it very important to be in this excursion because I wanted to also learn what Dutch people are doing to protect the environment and to mitigate all climate change related issues. The trip was very wonderful and I really enjoyed it. It was very good to see how also Dutch are using rain water harvesting systems to retain water so that the level of water in rivers cannot go so high. If we use them and we try also to get some technologies that Dutch people are using, that can be wonderful for Rwanda and for Africa.